Dus het coworken is eigenlijk niet meer dan een tafel die ter beschikking is. De faciliteiten om te werken. Mm-hmm. De matchmaker. En de webapplicatie, waar dat de locatie Eeklo dan mee op verschijnt. En dat je ziet wie dat de mensen in Eeklo, wie dat daar de leden zijn. En zoiets zou perfect in Eeklo kunnen draaien, aangezien dat we het in Antwerpen zelfs op wijkniveau doen. Van belang is vooral dat je een goede dynamiek er rond creëert. Dat het een plek is waar dat goed bereikbaar is. Ofwel aan een station, ofwel een plek waar sowieso veel mensen komen. Een gemeentehuis, of een bibliotheek, of een cultureel centrum, of een ondernemerscentrum. En waar dat goed gecommuniceerd wordt vanuit de gemeente dan, dat men daar welkom is. En dat de matchmaker, dat iemand is die dat meer is dan een gewoon secretaresse of een man of vrouw die dat u ontvangt. Mm-hmm. En u zegt van, kijk, dit is uw plekje om te werken. Nee, dat is iemand die dat zelf ook een expertise en achtergrond en een kennis heeft die zij of hij in het netwerk inbrengt. En vanuit een attitude van, kijk, iedereen die hier binnenkomt, wij gaan ervan uit dat je die kennis ook wilt delen. En dus het moet laagdrempelig zijn, het moet een soort clubhuis voor ondernemers zijn. En ondernemers dan eigenlijk in de context, dat kunnen zowel mensen in loondienst als zelfstandigen, als vertegenwoordigers zijn. Maar gewoon mensen die dat een keer iemand anders willen tegenkomen, van gedachten wisselen. En dat kan perfect zijn, zelfs op een niveau of een schaal van Eeklo. Ja. En kleiner ook, denk ik. Ook, ja. Nou ja, want op een gegeven moment kun je er dan ook studenten en zo bij betrekken. Ja, hè? Dus, ja dat is waar. Ja. Zeker, en dan eigenlijk ook het idee van opleidingen eventueel te introduceren. Dat zou kunnen, dat je bijvoorbeeld overdag het co-working aspect uitbouwt, maar dat er 's avonds opleidingen gegeven worden. Hè. Ja. Het moet ook geen plek zijn waar 100 man samenkomt. Hè. Dat is gewoon een soort clubhuis-café waar 10, 15 mensen tegelijk aanwezig zijn. En elke keer je daar binnenkomt, zijn dat 10, 15 andere mensen. Ja. Maar dat hoeft niet allemaal of grootschalig of zo te zijn. Mm-hmm. Je kunt toch maar met ene mens tegelijk een diepzinnig gesprek voeren.